De gemeente Os en de provincie gaan de komende jaren samen bijna 3,5 miljoen euro investeren in de landerij van Tossen. Het gaat om het landelijk gebied tussen Os en Hees, waar landschapsbeheer Os al jaren bezig is met het verbouwen van diverse granen en vruchten. Het project wordt in de plannen flink uitgebreid. Het gebied moet een proeftuin worden voor nieuwe gewassen. Ook worden er projecten aangekoppeld op het gebied van sociale werkvoorziening, recreatie, educatie en onderzoek. De provincie betaalt de helft op voorwaarde dat de gemeente en derde de andere helft betalen. De bijdrage van de gemeente bestaat voor een groot deel uit het inbrengen van gemeentegrond. Ook kunnen er subsidiegelden worden gebruikt die al beschikbaar zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor een bedrag van 195.000 euro moet nog dekking gevonden worden om het project helemaal rond te krijgen.